was groot. Imposant. Nou, dat heeft wel wat. Hier merk je niks van mijn handicap. Ik kan net zo hard rijden als ieder ander. Ik zeg wel eens, mensen met een handicap die komen op dit moment uit de kast. Je ziet ze gelukkig steeds meer, maar het mogen er nog veel meer worden. Ik heb mijn ogen gericht op het resultaat, dus ik weet waarvoor ik het doe. Hi Ellen, hoi! Voor maandag de training. Ja, daar zijn we mee bezig. Ik ben in 2006 wijze werk gestart vanuit het idee dat er een gat is tussen jonge afgestudeerden met een lichamelijke handicap en het bedrijfsleven. Op de een of andere manier zag ik dat die twee elkaar niet kunnen vinden. En ik had zoiets van, nou, daar moet dat aan gedaan worden. Als iemand iets leuk vindt, dan lukt het wel. Dan is er altijd wel weer een oplossing voor. En het leven geeft je misschien niet altijd wat je wilt, maar wel alles wat je nodig hebt om dat te bereiken.